Nou, dit is het kleine pakje dat vanmiddag dus opgehaald heb. Wel een beetje weinig licht trouwens. Bijzonder klein. Ik ben benieuwd wat erin zit. Het kan altijd nog wat anders zijn. Zo, dus de verpakking. Als het venstertje niet heel bedrieglijk is, dan zijn ze wel heel klein, die twee portotjes. Dit is een normale creditcard. Althans, het formaat ervan. Nou, ga ze eens even uitpakken. Ik ben benieuwd. Nou, dit glanst en schittert zo dat ik niet weet of het wel overkomt. Ik zal even kijken of ik er met één hand... Dit is het portotje. Ja, dat is wel echt heel klein. Kleiner dan ik dacht in elk geval. Jongen, jongen. Nou, ik hoop dat hij goed werkt. Antenne zit er niet op, hè? Dacht ik. Ik denk dat het koptelefoontje, er zit ook geen microfoon of speaker in, dat je gaat met een headsetje. Ik denk dat het headsetje als antenne dient. Nou, gaan ze eens even verder uitpakken, dat moet met twee handen dus. Ik denk inderdaad dat het headsetje de antenne is. Zo ziet de aansluiting er tenminste uit. Maar het licht is nog steeds niet fantastisch, maar goed, het gaat volgens mij wel. Dit is het hele dingetje, het is echt heel erg klein. Ja, ik denk niet dat iedereen er wat aan heeft, omdat er zit bijvoorbeeld volgens mij geen repeater shift in. Maar ja, 11 euro is ook geen geld natuurlijk. En ik kan hem goed gebruiken om 70 centimeter van PI3 XTV ermee te monitoren. Een clipje op. Ja. Ik zal even wat betere opname maken tegen een witte achtergrond. Er zit trouwens een hoop accessoires bij. Een lichtnetadapter, niet zo'n hele grote. Twee headsetjes. Twee USB-kabels, dopjes voor de headsetjes, van die, hoe noem je dat, polsbandjes, hè? En twee portotjes. Oh, de hand ervoor. Twee portotjes en dat voor de prijs van 11 euro per porto, inclusief verzenden. En dan is het toch wel leuk. Ik ga eens even de gebruiksaanwijzing lezen trouwens. Nou, even kijken of hier voldoende licht is. En mijn keukendeur, het is nog niet ideaal, maar ja, het is avond. Maar ik heb even geen echte filmlicht bij de hand. Maar het is wel heel lief, super klein portootje, zeg. Wauw, wie. En dan nog kijken of hij het doet. Dat is de volgende stap. Of hetzelfde is gewoon een lege huls, hè. Kijk, zo klein dus. De plug van het headsetje en dit is de PTT-schakelaar, ga ik vanuit.